waar naartoe? Zijn we op pad? We gaan naar het appartement van Micha. Die wordt ontruimd. Omdat hij niet meer aan zijn contract hield waarin stond dat hij voor een parkeerplaats moet betalen. Wat hij dus eigenlijk nooit heeft gezien of nooit op het gelet. Omdat hij toen in de tijd een betere portemonnee had dan nu. En nu is hij erachter gekomen dat hij dus 80 euro per maand eigenlijk voor een parkeerplaats betaalt. Apart dan een huur. Waar hij dus helemaal geen gebruik van maakt, want hij heeft niet eens rijbewijs. En dan heeft hij daar contact opgelegd met de mensen. En die zeggen gewoon, ja, schijt aan, je hebt getekend, betalen. In plaats van, oh, sorry meneer, we zullen dat corrigeren. Wat een beetje menselijker is natuurlijk. Hè? Want als je geen auto hebt, ja, waarom zou je nou een parkeerplaats hebben en betalen? Dus, het wordt nu ontruimd. Hij is er zelf niet bij. Maar wij gaan het toch even vastleggen. Kijken wat er gebeurt. Oké, we gaan het meemaken. We gaan het meemaken. Voor jullie de verhuizers van de huisuitzetting? Maar voor de huisuitzetting zijn jullie hier. Wel jammer als dat zo is. Ja, dat is nog erger, nog meer. We werken allemaal samen, hè? Dus eigenlijk, zo blijven we het stand houden, hè, dat mensen uit huis worden gezet. Terwijl ieder mens recht heeft op onderdak. Ja, dat is verantwoordelijkheid afleggen. Je hebt je eigen verantwoordelijkheid, toch? Ja, jij krijgt toch een opdracht en je voert hem uit. Beveel is beveel. Wat is het verschil met de Tweede Wereldoorlog van schiet die me kapot? Beveel is beveel. Ja, dat doe je. Jullie werken eraan mee. Nou, ik ben benieuwd wat ze er zo meteen zijn. En zoals jullie zien, die verhuizers al buiten dus. Ze nemen aan dat het verhuizers zijn en ze ontkennen het niet. En het zal wel aan de gang zijn. Wat meemaken, wat vastleggen. De deur is dicht. Nou mensen, de verhuizers staan al klaar. En ik denk dat dat de huisbaas is. Dat zal wel raar zijn, de deurwaarder. Goedemorgen, u bent? Of niet de deurwaarder. De deurwaarder? Ja. Oké. Okay. En bent u de huisbaas? Nee, sorry. Ja, okay. De beheerder zijn wij, namens de eigenares. De beheerder van het appartement? Van het complex, ja. Van het hele complex. En ik vind het een beetje een raar verhaal, hoor, want ik ga u zo de sleutel overhandigen. Ik heb nog een sleutel in mijn bezit. Ja. En we hebben hier al een beetje mee leeg gemaakt. Maar je weet, Micha Kotwi, dat is... Ja, dat weet ik wie dat is. Weet u dat niet? Ik niet. Het is een beroemdheid hier in Nederland. Is zo? Ja, die stelt heel veel corrupte rechters en zo aan de kaak. En die probeert Joris Demmink voor de rechter te krijgen. Weet je ook niet? Dat was dus generaal secretaris van Justitie. Die allemaal kleine jongetjes loopt te neuken en te vermoorden en dat soort dingetjes. Helaas niet. Het is logisch dat hij dan een beetje gedemotiseerd wordt. Hè? Dus, maar het is een beetje raar, want dan heb ik eigenlijk een vraag aan u. Waarom moet iemand voor een parkeerplaats betalen als hij niet eens een rijbewijs heeft? Mevrouw, dat zijn contractafspraken die er zijn gemaakt in het verleden. Op ingehandeld omdat ik dat die kennis niet heb. Nou, ik weet dan wel van op het moment dat je een contract maakt, dan vraag je toch aan iemand van, heeft u interesse in een parkeerplaats? Ja of nee? Dan had meneer Kat gewoon gezegd van, nou, ik heb niet eens een rijbewijs, dus laat maar. En dan zou het toch een beetje billig en redelijk zijn om daar terug te krijgen. Hij kan toch voor een partner of een vriendin of wel, dan kan hij toch een parkeerplaats. Ja, maar het is toch raar dat het niet gevraagd wordt? Ja, het is toch raar dat het niet gevraagd wordt? En dan komt hij na een paar jaar achter dat hij voor een parkeerplaats betaalt. En dan is het niet redelijk en billig om dan te zeggen van oké, we gaan kijken hoe dat we dat tot een oplossing kunnen brengen. Dat we daar in ieder geval terugbetalen of ieder de helft of... Wat er nog staat, gaat u zelfs er nog uit halen? Nee, ik ga er niks voor uit halen. Ik neem alleen het schilderijtje mee. Okay. Als u dan vriendelijk zou willen zijn, dan wil ik de jongens van Roes en Roes te halen. Er zijn de ontruimers? Ja. Oh, kan ik u dan de sleutels overhandigen of bij wie moet ik dat doen? Dat wil ik doen hoor. Bij meneer de deurwaarder? Ja, ik maak hem al aan. Want meneer de deurwaarder is verantwoordelijk? Nou, het is gebruikelijk dat ik dan de executeerde deurwaarder, zoals dat dan heet, heeft gewoon afgelaten. Oké. Dat is
Dat is normaal gesproken. U bent gewoon verantwoordelijk voor wat hier binnen allemaal gebeurt nu. Let op dat de executie zelfs dat netjes gaat. En goed, we gaan verloopt. Oké. Nou, ik vind u wel heel schappelijk en billig. Bij deze, de sleutels, neem ik het schilderijtje mee. En dan wens ik u een hele fijne dag. Ja, dan willen ze binnen. Kijk, kun je hier zien wie dat er is? Oh, dan kun je hier op het sleuteltje duwen. Kijk, en dan kun je er binnen. Ja, feitjes steek, hoor. Ja, dat is ook daar aan. Nee, wat dat betreft is het een heel fijn appartement. Beetje vreemd dat hij voor een parkeerplaats eruit wordt gezet. Weet u dat er iets meer is dat u zegt van nou, dat ik hem even meenemen? Of het wordt wel opgeslagen natuurlijk, die goederen. Het wordt opgeslagen? Nou, volgens mij staat er niet zo heel veel meer. Ja, boeken, heel veel. Meneer Kant zou er afstand van kunnen doen. Daar heb ik geen zeggenschap over, dat weet ik niet. Nee. Maar u bent vriend van... Ik ben de schoonmaakster. De schoonmaakster? Dat kan ook gebeuren. Ja, hè? Ik heb het al behoorlijk schoongemaakt, hoor. Oké. Maar goed, dan wens ik u verder een hele fijne dag en veel plezier met de ontruiming. Plezier, is dat ooit, mevrouw? Nee, oh. Noodzakelijk kwaad. Ja, het is zeker een noodzakelijk kwaad. Ik vind het gewoon te gek voor woorden dat er mensen gewoon uit hun huis worden gezet, dat we niet meer redelijk en billig met elkaar de dialoog aan kunnen gaan. Dat vind ik heel erg frustrerend vooral. Het heeft niks meer met mensenrechten te maken, het heeft alleen maar met bureaucratie en elkaar afpersen te maken. Ja. Maar goed. Oké, dan zeg ik het. Ja? Succes. Jullie ook. Doei. Beveel is beveel en er moet brood op de plank komen en de hypotheek moet betaald worden aan de corrupte banken. Zo blijft het systeem in stand. Totdat we wakker worden en beseffen dat we deel zijn van de corrupte shit en dat we de keuze hebben om daarmee te stoppen. Dag collega's, van welk nieuws ben jij? Jij zegt helemaal niks. Oh, ik denk, jij komt op de oproep af voor de ontruiming. Nee? Ja, je staat er mooi op, hoor. En jullie ook.